Today, I am going to do the Every Room is a Different Color challenge, but with a twist. A while ago, I asked you how you'd feel if I did a video talking totally in Dutch, and most of you really liked that idea. So that is what I'm going to do in this video. Of course, I have made some captions, so click the CC button on your screen. It's either on the top or the bottom of your video, depending on which device you are watching this. So without further ado, let's get started. Zoals je ziet heb ik de shell van het huis alvast gebouwd. Het is een vrij smal huis geworden en we gaan voor iedere kamer gaan we rollen en ook voor de buitenkant van het huis welke kleur het wordt. We hebben hier de woonkamer, badkamer, oh nee, keuken, badkamer, slaapkamer. En hierboven hebben we twee slaapkamers en nog een badkamer. En we gaan eerst rollen voor welke kleur de buitenkant van het huis gaat worden. Ik heb hier alle kleuren ingezet zoals je al ziet. En laten we maar eens even gaan kijken. Een roze huis. Oké, dus de buitenkant wordt roze. Zo, dat is wel roze. Vind je ook niet? Een roze dak. Roze bloempjes overal. Ik heb de achterkant van het huis nog niet gedaan. Dus misschien dat we nog kunnen rollen voor de achtertuin. Ik heb de nieuwe tegels van een van de kits gebruikt. Ik heb alleen de keukenkit gekocht. De rest nog niet. Dan wacht ik even totdat ze in de aanbieding zijn. Als ze ooit in de aanbieding komen. Want die trekken we niet zo aan. Oh, ik ben de roef erin. Nog vergeten. Oh, we hebben roze. Cool. Oh ja. Nog meer roze. Nog meer roze. Dit huis is roze. Oh, eigenlijk moet hier nog een hekje. Oké, laatste. Juist. Dit is roze. En ik zal door het hele huis ook deze roze ramen gebruiken. Over de buitenkant. Maar ik weet nog niet precies waar ik ze allemaal wil plaatsen. Dus ze laten nou even. Oh, zouden we nog een schommelstoel kunnen plaatsen? Kijk eens. Om het af te maken. Nou, dat is roze. Laten we nou naar de binnenkant gaan. Dit wordt de woonkamer. Nou, eens kijken welke kleur we de woonkamer gaan maken. Voor de woonkamer krijgen we paars. Maar natuurlijk, een paarse woonkamer. Oké, laten we eerst nog even een paar ramen plaatsen hier. Ik wil een paar hoge ramen hier aan de zijkant. En dan gaan we over naar paars. Wat voor paars behang hebben we allemaal. Dit is denk ik wel een mooie voor een woonkamer. Ja, die vind ik wel leuk. Oh, we hebben ook een paarse trap. Dat zou, nou, we hebben wel echt een trap nodig. Dan laat ik die mooi wit. En we hebben een paarse vloer. Ja, natuurlijk. Houten paarse vloer? Dit is paars. Of is dit beter? Oh ja, dat is net even ietsje rustiger. Zo, wat is de woonkamer klaar? Dit is wel paars. Of nee? ik vind hem niet lelijk, moet ik eerlijk zeggen. Ik kon geen reling voor de trap vinden. Dus dan maar zonder reling. En ook geen paarse trap. Dus we moeten maar even zonder doen. Gewoon een witte trap. Oké, laten we nu verder gaan met de keuken. De keuken wordt zwart. Oké, zwart. Nou, eens even kijken welke kastjes we hebben. Oh, we hebben die nieuwe. Ja. Nieuwe kastjes. Ja, kijk eens. Alleen als raampje iets laag, doen we die omhoog. Ik weet niet of we er dan nog kastjes boven kunnen plaatsen. Oh, wel die smalle natuurlijk. We hebben bij die keukenset toch ook een koelkast gekregen, of niet? Alleen niet in het zwart zeker. Eens kijken. En hier. Wel een zwart toch? Ja, alleen hij is niet geclassificeerd als zwart. We hebben dan ook een gastel gekregen. Jawel toch? Oh ja, deze. En die is ook gewoon in het zwart. Of is dit zwart? Oh, die andere is meer groen. Dit is meer groen. Waar is de zwarte dan? Is dit de zwarte? Ja. Kijk, kunnen we een hele zwarte keuken maken. Kijk, hebben we een zwarte vloer. Maar deze, ja, die hebben ook een zwart. Kijk eens. En we hebben ook, ja, deze ook in het zwart. Oh ja. Dat is een zwarte keuken. Nou, dan vind ik hem mooi geworden.
Hij ziet er een beetje middeleeuws uit, zo zwart. Ik vind het wel leuk eigenlijk. En dan gaan we hier naar de badkamer. Laten we kijken welke kleur die wordt. Een oranje badkamer. Spannend. Oh, we hebben zat oranje spul. Oh, die is gaaf. Laten we hem even unlocken. Oh, deze. Ja, kijk eens. Dat is gaaf. Hebben we ook een wastafel. Oh, we hebben zat oranje wastafels. Kan die erbij? En een spiegel. Hebben we oranje spiegels? Ook zat. Ja, deze. Dan gaan we alles uit de kast halen ook hoor. En een badmat misschien? Oké, die past. Muurtje weer terug. En dan gaan we door naar de slaapkamer. Oké, de slaapkamer. Een grijze slaapkamer. Oké. Laten we beginnen met even een paar ramen hier te plaatsen. Die hou ik gewoon roze voor de buitenkant van het huis. Oké, grijs. Laten we beginnen met het behang. Ja, zelfs als in de woonkamer. Die vind ik toch wel best mooi. Die zit wel roze in, maar dat brengt de buitenkant er weer bij. Ja, die vind ik wel mooi. En dan hier nog een kledingkast. We hebben die nieuwe. Oh, die zijn zo mooi. Die zaten bij de laatste update. We kunnen deze erop. Ja, die is schattig. Oh, deze klassificeert ook als grijs. Cool. Ja, doen we die daarop. En dan nog een plaatje op de muur. Ja, de kras op de muur is ook grijs. Deze misschien. Die is super grijs. Van een waterval. En misschien nog een kleedje op de muur. Of op de muur op de vloer. En nog ergens deze. Zo. Die zijn mooi. Oké, en dat is de slaapkamer klaar. Dan hebben we hier nog een halletje en een waskamer. Ik denk dat ik die in één ga doen, als één kleur. Halletje, waskamer. Blauw, oké. Oké, we hebben zat blauw. Droger voor de bovenop. Oké, dat is echt washok. En voor hier bij de achterdeur is een mat misschien wel handig. Ik vind hem mooi. Ik denk dat we naar boven gaan. Boven gaan we eerst de eerste slaapkamer doen. De eerste slaapkamer wordt lichtbruin. Oké. Okay. We beginnen met de vloer. Oh, dan kunnen we een mooie houten vloer neerleggen. Zat lichtbruin. Voor boven vind ik deze wel mooi. Beetje laminaat. Dit is mooi, denk ik. Kan ik hier een bureau kwijt? En hebben we lichtbruine computers? Ja, we hebben lichtbruine computers. Dit wordt geclassificeerd als lichtbruin. Ik vind hem meer grijs, maar nou vooruit. Als het spel zegt dat het lichtbruin is, dan is lichtbruin toch? Nee, helemaal prima. Dat is de bruine kamer klaar. Nou, deze slaapkamer wordt een beetje een probleem omdat het dak erin klipt. Daar kan ik ook helemaal niks doen volgens mij. Kan ik die, als ik hem in de achter doe, ja dan ziet het er aan de buitenkant niet uit. Oké, okay, ziet er een beetje vreemd uit, maar dan heb je er wel binnen niet hier op onze muur zitten. Nou, welke kleur zullen we voor deze slaapkamer krijgen? Ik zal eerst nog even een raam hierin zetten. Deze slaapkamer wordt wit. Oké, okay. Dat is een makkelijke volgens mij. Deze is leuk. Ja, er zit zwart en grijs in, maar het merendeel is wit. Ook kunnen we een mooi vloertje leggen. En een paar luchtballonnen. Ja. Oh, dit is een schattige kinderkamer. Ja, ik vind hem mooi. Nou hebben we alleen nog de badkamer en de hal hierover. Doe die ook in één, denk ik. Want het is zo'n klein halletje. Badkamer en hal voor de volgende kleuren. Donkerbruin. Ik weet niet of we daar toiletten en zo in hebben. Ik hoop het. Even kijken. Oh, zat. Oké, dus geen enkel probleem. Oh, ik had me nergens zorgen moeten maken. Oh, die zijn mooi. Oké. En tegels op de muren. Oh ja, want dit is voor de kinderen natuurlijk. Oh, dan kan ik die boekjes gebruiken. Oh, die zijn zo schattig. Hebben we iets van decoraties? Oh, we hebben zelfs een wc-rol. Nou, dat hebben hun ouders niet. Ja, dat is een mooie badkamer. En ik zou dezelfde kleuren voor het halletje gebruiken. Donkerbruin is ook niet zo moeilijk voor het halletje. Zo, goed genoeg. Dan hebben we de hele binnenkant van het huis gedaan. Dan wilde ik eigenlijk nog een achtertuin maken hier. Oké, okay, welke kleur wordt de achtertuin? Geel. Ik had een beetje gehoopt op groen, maar geel is te doen, denk ik. En laten we beginnen met een hek eromheen.
Hebben we gele bomen? Oh ja. Wat ziet er niet raar uit buiten. Geven alle, denk ik. Ik ga een klein zitplaatsje maken hier. En deze wordt geclassificeerd als geel, dus waarom niet? We hebben geen ladder, maar goed, Sims hebben die tegenwoordig toch niet meer nodig. Oh, en een waslijn, want we hebben wasgoed binnen natuurlijk. Zo, ik denk dat die achtertuin wel af is zo. Dan hebben we het hele huis gedaan met iedere kamer een andere kleur. De buitenkant is helemaal roze. De achterkant, de achtertuin helemaal geel. Hier naar binnen. Dan hebben we hier de woonkamer. Die is paars. Een blauwe gang en washok. Een zwarte keuken. Een oranje badkamer. Een grijze slaapkamer. Gaan we hier naar boven. We hebben een witte kinderslaapkamer. Een lichtbruine slaapkamer. Een donkerbruine overloop en badkamer. Ik hoop dat je dit filmpje leuk vond. Ik zal dit huis op de galerij zetten mocht je er geïnteresseerd zijn om te downloaden. Mijn gebruikersnaam daar is Terra Watson, zonder spatie. Laat me weten wat voor challenges je graag nog meer zou willen zien van mij. Tot de volgende keer. Dag dag.